Raakt Eva in ik niet vervreemd van de wereld, omdat zo zo geweldig is? Ik denk dat er iets aan je perceptie kan veranderen, legt de blonde vrouw uit. Mensen kijken toch anders naar jou als bekende presentator. Als ik een winkel binnenkom, dan zijn mensen heel aardig tegen mij. Is dat omdat ik Eva inek ben? Of zijn dat gewoon aardige mensen? Daar moet je je wel van bewust zijn. Als wij gaan repeteren vraagt de gastvrouw, wil je wat drinken, Eva? Ik snap het, want als ik moe ben en ik ben niet scherp, dan is de uitzending niet goed. Maar jongens, er staan nog vijftien andere he. Huh? Redacteuren, camera en geluidsmensen, regie. Zij willen misschien ook koffie. Niemand zegt, jo, F, haal jij anders een keer koffie voor iedereen. Als je daar niet over nadenkt, ga jij het normaal vinden dat iedereen altijd voor jou koffie haalt. Eva Inek is naar eigen zeggen een mazzelaar, omdat ze op haar veertigste en vijfenveertigste nog een kindje heeft gekregen. Dat is een groot geluk, zegt ze. We gingen bijvoorbeeld voor het eerst als gezin naar Leiden, met z'n viertjes in de auto. Dex, partner, red, achter het stuur, ik ernaast, kindjes achterin. Wandelen door de stad waar ik heb gestudeerd, salo in de wandelwagen, met die lekkere dikke wangetjes. We hebben daar rondgelopen, gewoon rondgelopen. Ik heb een stuk gember gekocht bij een supermarkt, en toen zijn we weer naar huis gegaan, en ik vond het hier lijk. Er rollen zelfs tranen over de wangen van eva Inlek. Weet je, het was in als een ontzettende eenvoud een geweldige middag. Ons eerste uitje met het gezin. Er gebeurde niks bijzonders, maar ik vond het helemaal het eind.